Nou, de eurotop van 21 juli is natuurlijk noodzakelijk geweest om het uiteenvallen van de eurozone te voorkomen. Dat was natuurlijk niet alleen op een zeker moment speculatie tegen Griekenland, Ierland en Portugal, maar ook Italië en Spanje waren het slachtoffer. Dus er moest wat gebeuren, maar zoals altijd gaan de politici tot de rand van de afgrond. En als ze er dreigen vanaf te kukelen, dan worden de stappen genomen. Hè? Ze zijn altijd behind the curve. Wat er helaas niet gebeurd is, is de ophoging van het noodfonds. Daar heb ik ook al een half jaar voor gepleit. En de ophoging van het noodfonds is noodzakelijk, omdat Italië en Spanje op een zeker moment op de speculantenlijst stond. Nou, en het noodfonds is 750 miljard bruto, netto ongeveer 440 miljard. Dat is groot genoeg voor Griekenland, Ierland, Portugal en eventueel Spanje, maar niet groot genoeg voor Italië. En je moet natuurlijk, om het even in speeltheoretische term te zeggen, een credible threat hebben. Een afschrikwekkende dreiging. En dat was er niet. En dat is ook de reden waarom de speculanten op een zeker moment geprobeerd hebben met Spanje en Italië. Nou zal dat wel komen, want ik denk dat men zeer wel beseft dat het noodfonds echt opgehoogd moet worden om Italië te coveren. Maar je ziet ook hier weer dat het allemaal too little too late is, hè? En dat is het jammere, want daarmee worden de kosten voor de belastingbetaler alleen maar hoger. Wat moet er verder nog gebeuren? Wat er verder moet gebeuren is natuurlijk ontzettend belangrijk. De hele discussie over de aanscherping van het stabiliteitspact. Zowel de correctieve arm als de preventieve arm. Wat er moet gebeuren is, zoals aanvankelijk de Europese Commissie heeft voorgesteld en de Raad van Ministers geaccordeerd, is zeg maar automatisch sancties bij overschrijding van de 3% tekortgrens. En eventueel ook correctieve maatregelen als de 60% staatsschuldquote wordt overschreden. Dat heeft Nicolas Sarkozy, de president van Frankrijk, steeds proberen tegen te houden. Ook bijvoorbeeld de deal van Deauville van een half jaar geleden met Angela Merkel was typisch zo'n voorbeeld waar hij dat getorpedeerd heeft. Zijn het een politieke beslissing, dat kan dus niet meer. Ik heb begrepen dat Sarkozy nu bereid is om tot automatisch sancties over te gaan. Dat zou grote winst zijn. En dan de preventieve arm van het stabiliteitspact. Dat heeft te maken met het Europees semester. En dat is dus heel belangrijk voor de coördinatie van het begrotings, maar ook het belastingbeleid in de eurozone. Dus met andere woorden, dat is een belangrijke stap voorwaarts. En anders komen we natuurlijk weer in dezelfde problemen. Want het noodfonds, het Europees noodfonds nieuwe stijl, is natuurlijk crisismanagement. Zou eurobonds een oplossing zijn? Is een oplossing die op dit moment veel genoemd wordt. Ik ben niet principieel tegen eurobonds. Eurobonds zijn eigenlijk bonds, obligaties die door alle eurozone landen worden uitgegeven. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat Nederland, Duitsland een hoge rente gaat betalen, 30, 40 basispunten. En bijvoorbeeld Italië, Spanje, Frankrijk lagere, 100, 200, 300 basispunten. Je krijgt een soort gewogen gemiddelde rente. Je hebt één voordeel natuurlijk. Dat is de liquiditeitspremie die je krijgt. Omdat je een veel diepere kapitaalmarkt krijgt. Nou, als je dat vergelijkt met de Verenigde Staten, de liquiditeitspremie van de Amerikaanse kapitaalmarkt is ongeveer 50 basispunten. Er zijn schattingen naar gedaan. 50 basispunten. Dus als we dat als winst kunnen inboeken, dan zouden Nederland en Duitsland daar ook baat bij hebben. Maar alleen maar, en dat is de noodzakelijke voorwaarde, als de begrotingsdiscipline in die landen in het zuiden allemaal hersteld wordt. Want als dat niet gebeurt, dan krijg je moreel wangedrag, moral hazard. En dan krijgen ze een free ride op de noordelijke landen. En dan gaan die premies voor Nederland en Duitsland niet 30, 40 basispunten zijn, maar misschien wel 60, 70, 80 basispunten. En dan gaat de hele liquiditeitspremie natuurlijk verloren van 50 basispunten. Dus met andere woorden, ik zie de eurobonds als een heel nuttig middel, maar als sluitstuk van het hele proces. Dus we hebben het Europees noodfonds nieuwe stijl, we hebben het permanent noodfonds vanaf juli 2013, het European Stability Mechanism, het stabiliteitspact moet nu tanden krijgen, moet aangescherpt worden,
in de correctieve arm, in de preventieve arm. En dan, als alles in orde is, dan kunnen we besluiten tot de eurobonds en niet eerder.